Ja, inderdaad. Zeg, Mark, schiet op. Laten we de weg omleggen, hoor. Ik pak hem bij de bermen, hè? Bij de bermen. En ik draai hem om en ik free hem zo. Hoepla, hip, hilly hoep in de weg. On the move, pap. En dan komt alles snel verkeer hier langs. Ja. Nee, joh. Huh? Oh. Helemaal niet. Oh. We hoeven alleen maar een bordje met een pijl neer te zetten. Oh, ja. Inderdaad. En vooruit. Knap gedacht. Aan de slag, jongelui, vooruit. Ja, kom even. Hand uit de mouwen. Ik weet nog wel ergens een bordje te staan, hoor. Ja, ik ga met je mee. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Weg met de weg. Ha, lever de pomp. Ha, wat een dag. Kom mee. Zo, oma Tiggeling. Nou, u gaat heerlijke tijden tegemoet. Doordat we binnen zullen toestromen. Hongerige reizigers zullen zich verdringen om u te rassen. Ja, het is een heerlijk idee van mij, hè. Ja, heel handig, hoor. Ja. Nou, zegt u het maar, hè. U bedoelt? Nou, wat de beloning is als het goed gaat, hè. Oh, wat Tiggeling. U kent mij toch. Ja, hè? Juist daarom, ja. Nou, vooruit, zeg het maar. Nou, pijp maar door. Oma, u weet het misschien niet, maar ik verzamel kostbare voorwerpen. Nee, ja. Heeft u me nooit iets van verteld, hè? Nee, inderdaad, dat klopt. Nee. Ik begin er vandaag mee. Als beloning voor mijn schitterend idee van de wegomlegging wil ik voor u hebben dat dat prullentje uit chaos, dat popje, dat dingsigheidje. Ja. Dat beeldje wat geluk kan brengen, bedoelt u, ja, hè? Ja. Dat is van goud. Waarom spreekt u dat woord niet uit? Het slaat mij op de keel. Nou ja, dat is eigenlijk heel jammer, ziet u. Nou, niet voor dat beeldje omdat het geluk aanbrengt, hoor. Maar omdat het enige aandenken is van onze kleine Lolo, hè. Van ons waar Chineesje, die nou weer terug is naar zijn paleis in dat ver buitenlandse landje, hè. Ah, ja. Maar het is in goede handen, dat beeldje van... God. Het is tenslotte de moeite waard, hè. Ja. Nou ja, goed, we zullen zien, hoor. Ja. Kijk, als de klanten komen zoals u mij beloofd hebt, hè, dan krijgt u van mij dat beeldje van goud. Afspraak is afspraak. Goed zo. Oma Tiggeling. Afspraak is afgesproken. Ja. Wat een list. Ik bedoel, wat een lust. Oma, mag ik nu misschien eventjes gebruik maken van die telefoontoestel? Van wie? Van wie? Telefoon. Van dat spreekzeefje. Yes. Ja, nou ga je gang maar, hoor. Het staat binnen. Goed. Ja. Ja, het is voor zaken, oma. Wat zegt voor u? Voor zaken. Oh, ja, nou goed. Vind best, hoor. En wat voor zaken? Ze moesten het eens weten. Hè? Ja, dit lijkt me wel een geschikt plekje, Mick. Hier? Ja. Hier? Ja. Zo. Ja, prachtig. Ja, prachtig, hoor. Dat is net wel genoeg van de plek van die naar oma's huisje toe leidt. Mark, luister maar. Ja. Ik ben bang, want dat mag niet. We krijgen een vast last, weet je wel. Je mag niet zomaar een bordje neerzetten op de hoop weg. Wij gaan naar de gevangenis. Nee, joh. Meneer Huntrum heeft toch zelf gezegd dat de sheriff het goed zou vinden? Oh ja? Ja, je moet rekenen, het is in het belang van de pomp. Hè? Ja. En het wordt hoog tijd dat we nou wat klanten voor benzine krijgen. Ja, hoog tijd. Zeg, hoe laat is het, zeg? Dat weet ik niet, maar het is toch hoog tijd. Oh ja, hoog tijd. Ja. En het wordt hoog tijd, maar wat ik zeg wel, meneer Humdrum, hè? Ja? Die mag er wel eens slecht zijn, ja? Maar dit keer heeft hij toch het beste met ons voor. Humdrum? Ja, vast en zeker. Het beste? Nee, nooit, nimmer. Vast niet, nooit, nee, nimmer. Ah, weet je, hij is spits. En zuur. Hij is een spits zuurpruim. Dat is hij.